monsters gaan naar de universiteit. Een etui gemaakt van een staart, een sacrofaag lunchbox en een notitieboekje met gifusmak. Ontdek hoe je schoolspullen maakt voor schoolmonsters in onze nieuwe video. Het is een gewone dag op de monsterschool. In onze klas hebben we Mummy, Weerwolf, een herrieschopper en Poison Ivy, een kind van de natuur. Niet spieken! En dit is onze professor. Een echte heks. Goed gedaan, Mummy. De les begint. Hoi, maatje. Je moet op je staart letten als je op een monsterschool bent. Hij is zo pluizig. Mijn lieveling. Knip een staart van nepbont. Maak de randen vast. Lijm er een rits in. Bevestig een karabijnhaak. Wacht eens, waar is mijn staart gebleven? Niet weer. Kijk uit, daar ga je. Weerwolfshormonen spelen weer op. Rustig aan, puppy. Rustig aan. Hier, neem wat lekkers. Kijk eens wat ik gevonden heb. Je staart. Phew, Weerwolf is wel een mens. Het blijkt dat Weerwolf haar schoolspullen in haar staart verstopt. Nu kunnen we met de les beginnen. Wil je een snack? Er lag hier ergens een potlood. Het ligt op Ivy's veld. Maar natuurlijk is er een beveiligingssysteem hier. Een vliegenvalpuntenslijper bewaakt haar bureau. Kneep polymeerklei en wikkel er een puntenslijper in. Snij er tanden uit. Lijm op de andere helft. Neem de vorm van een vliegenvalbloem over. Bak de stukken volgens de instructies van de kleiverpakking. Kleur met acrylverf. Goed gedaan, mijn baby. Dieven verdienen het. Mijn dappere baby. Mama beraamt een grap met haar troetelkever. Laten we gaan, insect. We hebben werk te doen. Door geplette krijtjes in een sakarabee-vorm. Smelt ze in de magnetron. Wacht tot de kever hard is en haal hem uit de vorm. Maak een gesp vast aan een strook kunstleer. Lijm op een riem. Prik gaatjes met een priem. Bevestig de scarabee aan de strook. Bestrijk het met parelpoeder. Terwijl mevrouw Hek slaapt, schrijf ik loser op haar voorhoofd. Kijk wat mami doet. Ze is zeker onsterfelijk. Mami, hier is een grammatica les voor je. Er zit maar één O in loser. Je krijgt een 1. Oh! Oh, ik heb een bericht. Waar is mijn wolventelefoon? Hoor ik het oude Egypte? Smeer een telefoonhoesje in met witte acrylverf. Schaduw een geprinte afdeling van een wolf met een potlood op de achterkant. Neem de afbeelding over op het hoesje. Kleur de acrylverf. Lijm er bonte oren op. Mami, je hebt een boodschap. Maar Weerwolf heeft nog steeds het coolste telefoonhoesje. Meiden, lever jullie telefoons in. Nu meteen. Of ik betover jullie. Goed, juffrouw Heks. Ivy heeft een cadeau voor juffrouw Heks. Het is de mooiste giftlelie. Maak bladeren van polymeerklei vast aan een potlood. Bevestig een stukje klei aan een dunne draad. Dat wordt een meeldraad. Bak de blaadjes, het steeltje en een paar meeldraden volgens de instructies van de kleiverpakking.
Knip bloemblaadjes uit schuimpapier. Wikkel ze op een plat ijzer. Zet de bloemen in elkaar. Steek de meeldraden erin. Bedek de basis met schuimpapier. Lijm er een steeltje in. Bevestig de bloem aan een potlood. Voeg bladeren toe. Bestrijk het potlood met acrylverf. Maak een patroon op de bloem. Wie heeft me deze bloem nagelaten? Was jij dat, Ivy? Wat moet ik ermee doen? Cijfer. Ik heb een beter idee. Ik miste enkel een ingrediënt voor mijn toverdrank. In de pot! Het is geweldig geworden. Dank je, Ivy. Lunchtijd. Iedereen heeft een ander menu. En mam heeft een hele sacrofaag met eten. Wat heb je voor mij, farao? Bevestig een luchtdroog kleibeeldje aan een foto van een Egyptische farao. Druk details in met een boetseertool. Bestrijk het beeldje met witte acrylverf nadat het is uitgehard. Voeg details toe met een potlood. Een kleurentint met acrylverf. Lijm het beeldje op het deksel van een gouden voedselcontainer. En sluit de doos met het farao-deksel. Wow, mami heeft een hele koelkast en een sacrofaag. Waar komt dit vandaan? Zoveel eten. Een sacrofaag is een geweldige lunchbox. Eww. Mami, hoe ga je dit allemaal opeten? Het geheim is simpel. Mummies eten en komen niet aan. Goede genen. We doen vandaag een test over de rattengeschiedenis. Cijf dat in jullie siften, maar Poison Ivy heeft een speciaal groen sift. Knip een schetsboek in de vorm van een klimopblad. Maak nerven met hete lijm. Kleur de groene tinten acrylverf. Ivy's notitieboek is magisch. Elke monster ziet het als een gewoon klimopblad. Ik kan dit niet kopiëren. Mami, kun je iets zien? Er is hier alleen maar gras. Ivy, dat is een geweldige bescherming tegen kopiëren. De weerwolf heeft een magische poot. Hoi, Ivy. Je poot is eraf gevallen. Maak een wolfspoot met lichte klei. Bedek de bovenkant met nepbont. Kleur de poot in met acrylverf. Wikkel een pen in nepbont. En lijm het op de poot. Alsjeblieft, mama. Oh, wat leuk. Een nieuwe pen. Je hebt weerwolf's poot gebroken. Stop met vechten. Anders vervloek ik je. Een nieuwe opdracht voor de klas is om je ouders te tekenen. De weerwolf tekent een wolf. Ivy tekent een liaan. En mama tekent Cleopatra. Maar ze mist wat verband. Mijn piramide zal het maken. Knip een piramide uit karton. Snijd de facetten in met een mes. Zet de piramide in elkaar. Lijm het. Stop er wat whiteout in. Breng stroken aan op de zijkanten van de piramide met hete lijm. Laat het op de stenen lijken. Kleur de piramide met gouden acrylverf in. Meiden, lever jullie portretten in. Wacht even, ik moet mijn moeder verbinden. Piramides helpen altijd. Het portret is klaar. Hier is mijn moeder. Jullie lijken als twee druppels water op elkaar. Vond je onze monsters op school leuk? Reageer dan hieronder wat jij zou maken. Een mummy lunchbox, een weerwolfpen of een gifsumak puntenslijper. En vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven, je te abonneren op ons kanaal en op de bel te klikken, zodat je geen nieuwe monsteravonturen mist van Troom Troom.